alles. Nee, je weet dat het niet mag. Hè. Onze Dyson. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. We zijn met katjes. Ik ben net wakker. Allee, net uit bed. Ik ben al even wakker. Maar ik ben net uit bed. Ik ben ontbijt aan het maken. Want gisteren van bij Jolien en Jeno was het denk ik 2 uur eer we thuis waren. Allee, eer we echt fatsoenlijk in bed lagen. Dus het is wel laat geworden. Sam was weer op om 6:30 denk ik. En ik heb trouwens deze morgen een pakketje aangekregen wat ik ga openen. Ik weet zelf niet wat het is, dus ik ben heel benieuwd. Yay! Yay! Onze Dyson is er! Oh, kijk blij. Onze Dyson. We hebben, voor degenen die de vlog hebben gezien, vorige week op de White Dinner de Dyson al een beetje leren kennen. En nu heb ik die zelf. Oh, wauw. Dat is kei mooi ingepakt allemaal. Looking good, looking good. Okay. Oh, ik had echt niet gedacht dat die al zo snel hier ging zijn. Oh, wauw. Die is dan ook nog eens kei mooi ingepakt. Wauw. Maar dat is kei handig als je op reis gaat of zo. Dan gooit je dit in je koffer. Allee, niet gooien, maar dan steek je dat in je koffer. Oh. En dat weegt echt niks, hè. Dat is echt zot. Hoe licht dat die is. Oh, ik kan niet wachten om die uit te testen. Jee, mijn ontbijt is klaar. Eiwitten met paprika, champignon, koriander. En 1 eigeel zit er wel in. En trouwens 4 eiwitten. En dan heb ik een groene thee. En dan ga ik monteren. Ondertussen is het 1 uur. Ik heb 2 vlogs geëdit. Woehoe. En ik ben nu mijn make-up aan het doen. Kei veel rommel. Plus ik ben aan het eten. Ik heb Rebellion. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is hier in Hasselt. Ik heb dat nog eens gegeten. Ik heb ook 2 slaatjes. Maar ik ben zo dom geweest om niet door te geven dat ik geen kaas maak. Dus er zit feta kaas op. Maar oké, Sam gaat die wel heel graag eten, denk ik. En ik heb vegan balls genomen. Dus 4 vegan balls met rijst en groentjes. En een soort tomatensaus. Echt mega lekker. En iemand wil ook heel graag. Nee, je weet dat het niet mag. Hè. Je krijgt al genoeg eten. Ik geef je al altijd zoveel. Zelfs pannenkoeken en al. Hè? Huh? Je weet dat je dit niet mocht, hè? Voelt je gewoon eikes? Waar is het? Voelt je gewoon eikes? Ja. Om 3 uur heb ik bij Celine afgesproken. Ik ga wel nog de retours halen. Dus ik ga rond, ik denk 1:45 vertrekken. Want ik ga ook nog een pakje ophalen voor Sam. Moet ik ook nog doen. Ik ben ondertussen bij mama en papa. Ze zijn aan het facetimen met mijn neefjes, of achterneefjes eigenlijk. En ik heb een pakje gekregen. Kijk, een menu. Hey, echt wat Steven, Steven, Steven. Hey! Woehoe! Oh. Steven, ja. Steven, ja. Maar wat is dit? Steven. En deze. Allemaal shampoos van Schwarzkopf. Deep Sea Extract. Deep Sea. Waar is dit allemaal? Deep Sea Extract.
Ah, dat is allemaal deep sea eigenlijk. Voor damaged hair, voor dry hair, frizzy hair. Oh my god. Booster. Dat ga ik er eens uit doen. Amai, heel veel producten. Wat is dit allemaal? Maskers. En dit is moisturizing. Ik weet niet juist wat. En heat protection spray. Oh, super handig, want ik had geen meer. En dit is de booster solution. Pre-shampoo. Och, dat ken ik niet. Repairing pre-shampoo. Zalig. Woehoe. Ik ben terug thuis. Ik ook. Met mijn baby. Ja, baby is ook thuis. Goed gewerkt? Ik heb goed gewerkt. Je had ook meeting zeker. Mm-hmm. Met Nick. Yes. De two boys. Potentiële klanten. Ja? Was het goed geweest? Ja, interessant. Oké. En er is ook een pakje voor Sam aangekomen. Ah ja. Dus de hele tafel staat vol met pakjes nu. Ja, dat is echt. Ja, die ik daar strak heb geopend. En deze. En moet je wel zijn. Gaat jij uw ook open doen? Is Kapas! Yes! Wat is dat? Dit. Ik heb aangekregen een hele hoop kabels. En dit is een. Staat er niet op. Dat is van Burger Motorsports. Hè? Dit is een JB4. Ah, JB4. Nu ja, weet je het, hè? Mm-hmm. Ziet je? JB4. Connect kit. Connect kit. Ravier. F3. Ah, ja, 3 dacht ik. Ja, en wat is dat? En wat is dat? Toen mocht een gokje doen, wat is dat? Ja, ik weet dat niet. Je hebt mij dat al uitgelegd, maar ik begrijp er niks van. Ja, wat denk je dat het is? Ja, voor je hebt iets gezegd voor te tracken met de GSM of zoiets, heb je voor gezegd. Voor de? Motor. Van de? Auto. Ja, het is voor de auto. Och, dat wist iedereen ondertussen al. Ja, nee. Jij koopt niks wat niet voor uw auto misschien is. Misschien was dat voor mijn nieuwe tandenborstel, mijn elektrische tandenborstel. Ah ja. Mm-hmm. Steek die zo in een stroom en dan. Ja, dat is waar. Het is dus iets voor de auto. Het is dus iets voor de auto. Oké, okay. Spannend. Het is een module om je auto te tunen, te chippen, mappen, dat die pk's en je koppel worden aangepast en dat je meer kracht hebt in de auto. Nog alles meer? Alles in de auto halen, ja. Oké, okay. Dat gaat wat geven, zullen. Tof, tof, tof. Jullie hadden gezien dat ik een hele doos vol met haarproducten heb gekregen. Shampoos, conditioners, maskertjes. Noem maar op, alles wat je wilt zit erin. En aangezien dat ik natuurlijk maar, allee, dat wij maar met twee zijn en wij maar één shampoo per keer kunnen gebruiken en er heel veel in zaten, ga ik één weggeven. Ik geef de blauwe, ik geef dus de blauwe range weg. Dat is allemaal van Schwarzkopf. Alsjeblieft. Wat? Geef je de blauwe range weg? Ja. En die wil ik juist hebben. Is dat? Ja. Voor dry hair? Nee, niks. Die wil ik hebben. Oké. Okay. Sorry dan. Anders. Hup, kom. Oh, nee, ja, maar ik wil de rode zelf houden voor damaged hair. Nee, ik wil de blauwe hebben. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dan doen we dus geen giveaway. Zeg maar bedankt aan Sam. Wil je dat echt houden? Jawel, mama. Geef de blauwe maar weg. Zeker? Ja, doe maar. Poging 2 dus. De blauwe range is voor dry hair. Het is van Schwarzkopf. En het ziet er zo uit. Kijk, mooie verpakkingen. Dat is trouwens een heel nieuwe lijn eigenlijk. Ik denk zelfs dat die nog niet in de winkel is. Dus jullie hebben de sneak peek. En het is de Biology lijn. Met deep sea extract. En we hebben dus de shampoo. De moisturizing shampoo. Dat is deze. Dan daarop volgend hebben we de
Moisturizing conditioner. Allemaal met deep sea extract. Ja. Dan hebben we een maskertje. Het Hydra Mask. Ook moisturizing. Het is dus allemaal voor droog haar. En dan hebben we hier de Daily Essence Mist. Oh, ik dacht dat het mijn film was vandaag. Nee. Maar niet. Dus dit is een mist om in uw haren te doen. Elke dag ga ik ruiken. Trouwens, ik wil eigenlijk eens ruiken. Misschien ruikt deze keigoed. En heb ik dan toch de verkeerde gekozen. Oh, die ruikt echt super goed. Oh, ruikt lekker. Heel lekker. Maar dus, deze dingen geven we weg. Hè, Sam? Ja, kan je helpen? Want ik kan me niet vasthouden om allemaal te laten zien. Oké, je mag het padje vasthouden. Ik moet hier maar komen. Ja, je moet het gewoon laten zien. Dus deze geven we allemaal weg. Wat moeten jullie doen als jullie dit willen winnen? Laat gewoon een leuke comment na. Zorg dat je geabonneerd bent op ons YouTube kanaal. En bonus is de video, deze video delen op Facebook of op Insta Story. En ons vernoemen. Op Facebook zijn we TalisanTV en op Instagram zijn we ook TalisanTV. Maar alles zet ik nog eens hieronder in de beschrijving. Dus heel simpel, veel succes en we kiezen de winnaar binnen een week. Volgende week zaterdag de 3e. Oh, dat is 1 dag na mijn verjaardag. Oké, doe dat dan misschien maar niet, want dan ben ik misschien niet in staat om te vloggen. Doe dan maar maandag de 5e. Maandag 5 maart kiezen we de winnaar van deze giveaway. Veel succes. We gaan de vlog afsluiten, maar we doen eerst nog... De comment of the... Ik wist het. En de comment of the day vandaag is van Annabelle Pessant. Ik weet eigenlijk nooit hoe dat je je achternaam uitspreekt, Annabelle. Ik ken Annabelle dus wel. We hebben elkaar al een paar keer gezien op events en zo. Annabelle wel. Ik ken Annabelle wel. Annabelle is trouwens ook pas begonnen met vloggen. Ze heeft een heel tof vlogkanaal en YouTube-kanaal. Dus ga er zeker checken. En Annabelle zegt, jullie zijn zo cute samen. Dankjewel Annabelle, super lief. Dankjewel voor de comment of the day. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe zeker. Oh, zeg maar. Thumbs up. Vergeet ook zeker geen leuke comment na te laten om de volgende comment of the day te worden. En wij zien jullie... Morgen!